Vandaag zie ik advocaat, docent, volksvertegenwoordiger en minister van staat Herman de Croo. En waar in Oostende kan ik deze man, die inmiddels al bijna 45 jaar in het parlement zetelt, beter ontmoeten dan hier, bij het Fort Napoleon. Dag meneer de Croo. Dag Roos. Hallo. Welkom in het Fort Napoleon. Dank u wel. Alles goed met u? Ja, uitstekend. Bent u hier al vaker geweest? Het is de derde keer als mijn geheugen goed is. Ik heb het nog gekend toen het een ruïne was. Ik ben dan eens op een receptie geweest hier en nu heb ik het geluk met u te bekijken. Wat vond u of vindt u van Napoleon? Vond u dat een grote meneer, een groot politiek leider of eerder een machtsbeluste tiran? Ik denk dat het laatste juist is. Toen hij wou keizer worden, bijvoorbeeld pretendenten naar de Franse kroon laten vermoorden. Koelbloedig in Duitsland, maar tezelfdertijd ja, het burgerlijk wetboek, de burgerlijke stand verbeterd, een aantal hervormingen heeft gedaan, die vandaag nog de voorvaderen zijn van belangrijke vorstenhuizen, zoals dat van Zweden. Is macht voor u dan een deugd of een ondeugd? Goh, macht, wat betekent macht? Hè? Je moet er kunnen mee omgaan. Ik zeg altijd dat je maar met dingen kunt omgaan als je ze kunt bemeesteren. Als je door de dingen wordt gedreven, dan drijf jij niet meer de dingen. En je moet dus een dialoog hebben en weten dat wij tijdelijk zijn, dat wij broers zijn. Je moet in een zekere zin, zoals bij de judo, van de zwakheid van de ander gebruik maken, maar de regels van het spel respecteren. Zullen we hier verder over praten aan het oog, bij een biertje? Met veel plezier. Goed, kom, we gaan. Dag. Mag ik jullie vandaag een grobbedonk aanbieden? Graag. Ja. Met plezier. 1800 biersoorten hebben ze in ons land van de sport. En kent u dit? Grobbedonk. Ik ken het, ja. Een trippeltje. Een kaasje bij. Voilà. Dank u wel. Prior, dat is een Brugse kaas. Maar gaat eerst... Ja, gezondheid. Gezondheid. Op het goede leven. Het goede leven. Lekker. Meneer de Croo, we hadden het daarnet over macht. U zegt het is een deugd of een ondeugd, maar het hangt ervan af wat je ermee doet. Maar u heeft ooit eens gezegd, een plaats in het parlement, die moet je pakken, die kun je niet krijgen. Wat bedoelt u daarmee? Wat zeggen, in het parlement zijn wij met 150 in de Kamer, het Vlaams parlement en andere. Ik ben daar 45 jaar bijna. Dat zijn allemaal mannen en vrouwen die verkozen zijn geweest. Die in onze Kamer, in onze Senaat zetelden en die verdwenen zijn. Dus het betekent dat die zitjes zijn allemaal opgevuld. Er is nooit een zitje leeg. U moet een kapitaal hebben, maar het is geen macht als macht. U moet betrouwbaar zijn, u moet iets betekenen. U moet proberen zo herkenbaar mogelijk te zijn en herkenbaar te blijven. En dan in het parlement is de grote, grote oefening, u bent een deeltje. Van de macht. Ik ben lange tijd minister geweest, daar heb je wat meer te zeggen. Ja. Maar macht is broos, hoor. Als je dat maar doet om macht te hebben, en dan valt dat weg. Ja, zoals met een stekker, moet opletten wat ik zeg, dat is een familiale gebeurtenis, en de stekker uittrekt, dan valt die macht met één keer weg. Hm. En vele mannen en vele vrouwen hebben moeite zich dan aan te passen. Absoluut. Bij ons is geweest een van de belangrijke mensen van het computergebeuren. Die vandaag de dag, ik vergeet zijn naam niet kwijt, maar kom erop. Van Apple? Nee, ja, Steve Jobs? Nee. De andere. Bill Gates. Bill Gates was genodigd in het parlement. Komt in mijn kantoor, prachtig kantoor, die kamervoorzitter daar heeft. En zegt, Mr. Speaker. There is no screen in your office. I said, no, Mr. Gates, I don't have one. I said, what are you going to do? I said, I will buy one when I can speak to it. Ik zeg, ik ga een scherm, een computer kopen als ik er kan tegen spreken. Hij zegt tegen mij, dat gebeurt in de komende
maanden of jaren. Men heeft computers bij mijn medewerkers, in ons advocatenkantoor, op de gemeente, dat is allemaal daar. Ik heb er dus geen. De dag dat ik kan zeggen, zeg me een keer, Roos van Akker, geef me een keer het cv. En als die computer mijn stem herkent wat mogelijk is, en mij beantwoordt en me die informatie geeft, dan zal ik waarschijnlijk een computerfan worden. U bent een tijdje geleden zwaar ziek geweest. U heeft kanker gehad. U bent daar bovenop gekomen. Is gezondheid, een goede gezondheid hebben, de ultieme vorm van rijkdom, werkelijk ik rijkdom? Ik geloof dat. Ik heb dus kanker aan mijn stem, linkerstemband, de linker, gehad. En ik weet zeer goed, toen men mijn keelkanker bestraalde, 28 bestralingen, elke ochtend naar Gent in juli en augustus. Ik doe dat cynisch, mijn Gentse feest. Huh? Ik moest, ja. Ik heb nog, dat is ongelooflijk, bij mij thuis hangt mijn masker. Want als je een bestraling hebt, moet je worden neergenageld, als ik het zo kan zeggen, met een masker, omdat die bestralingen juist op dat punt moeten komen. Dus ik ben heel dankbaar aan de professoren en aan het verplegend personeel, de technici die het allemaal doen. En gewoonlijk, als die behandeling weg is, dan gooit men dat waardeloos harde plastieke masker weg. Ik heb het meegenomen. Ik heb het laten zetten op een kader. Dus mijn kankermasker hangt daar nog uitdagen in een van de plaatsen bij thuis. U bent een enorm belezen man. U heeft veel onderscheidingen. Is kennis voor u ook wijsheid? Ik ben het niet zeker. Kennis is heel belangrijk om twee dingen, denk ik. Eén, te relativeren. Ja. Als je veel weet, dan ben je minder fanatiek. Dan weet je dat er ja's en nee's zijn, dat er misschien bestaat en onbekenden zijn, dat er heel veel onwetendheid is die de schaduw is van de wetendheid. Er zou geen onwetendheid bestaan, moest er geen wetendheid zijn, als het woord mag gevonden worden. Het is geruststellend en verontrustend. Want jij kunt zaken vernemen, dan zeg je, maar ik kan maar een millimetertje van de kilometer wijsheid of kennis die er bestaat, tot mij maken. Dan kom je tot de nederigheid. Ik denk dat hoe meer je weet, hoe meer je probeert te weten, hoe nederig jij jezelf voelt of moet voelen. En ik denk dat wijsheid is. Wat is uw grootste deugd in het leven? Deugd? Wat ik kan genieten. Uw grootste kracht? Wilskracht. Ja, ik heb al gevraagd wat uw drijfveer is. Maar ik bedoel, ja, een ontzettend goede eigenschap van u. Oh, ik heb er geen, waarschijnlijk. Ik denk veel. Het is ook een fout. Grote zelfzekerheid. Ja? Dat is ook een negatief aspect. Ook een ondeugd terzelfde tijd. Ja, een ondeugd terzelfde tijd. Ja. Kunt u een toast uitbrengen op geloof, hoop en liefde? U mag over alle drie iets zeggen of één ding eruit halen. Oké, dan maar. Ik breng een toast uit op hetgeen hetzelfde is. Want hoop is geloof. Geloof is hoop. Liefde is geloof en liefde is hoop. Prachtig. Gezondheid.